Beeldmanipulatie is al heel oud, dus ook toen ze nog alleen maar knipten en noem maar op. Maar de grote manipulatie is niet eens zozeer of je wel iets weghaalt of bijstopt in het beeld. Maar de grote manipulatie is, wat is nou een onderwerp om aan een ander te vertellen? Wat krijgen we eigenlijk in het nieuws te zien? Als je het categoriseert, zijn het iets van 50 onderwerpen. Een groot onderwerp is mannen op een groen veldje die ergens achter een bal aanrennen, alle varianten erop. Dat is al bijna de helft van het persaanbord. Dan heb je nog mensen die zo goed dingen gedaan hebben dat andere mensen denken, we gaan ze een prijs geven. Dus dat is awards. Dat is al ook iets van de dagen dat er 1500 foto's met prijzen worden uitgereikt. Soms al 2500 foto's per dag. Dan heb je alles met celebs, met beroemdheden te maken, waar ik altijd van denk van, kijk zelf, denk zelf, wat moet je met die lui? Maar ja, het Koninklijk Huis, en dan haal je, als je dat dan weggooit, dan heb je alle ongelukken, dus aardbevingen, dat je denkt, waar moeten wij dat allemaal zien? Het gaat maar door, en als je dat allemaal weggooit, dan hou je iets van 4000 foto's per dag over, en die zie ik dan. En zelfs daarbinnen zitten de G20's, ja, dan zitten ze weer met z'n allen. Zogenaamd het vrede in Syrië te regelen, weet je wel. Waar moeten we daar 300 foto's van zien van die mannen in pakjes die elkaar handen geven en die dan met z'n allen gaan staan. Dus het is heel beperkt. Het is echt zoeken nadat je een beeld hebt wat iets een beetje een sluier oplicht van wat er in de wereld aan de hand is. Dus dat is de grote manipulatie, vind ik. Wat het nieuws als een onderwerp ervaart.